Excelsior 31 en Staphorst. De nummers 2 en 3 van de ranglijst. Excelsior en Staphorst, beide 18 punten. Maar het doelsaldo is 1 doelpunt meer in het voordeel van Excelsior, waardoor de ploeg uit Rijzen op plek 2 staat. Moet die bal voorkomen. Groothuis. Groothuis. Oh! Die bal wordt nog maar net uit het doel gekopt. Baysoy gaat. Die krijgt hier de bal. Simon Baysoy. Loopt zich vast. Staphorst kan overnemen. Die bal binnen kan houden, Mike Reuvers. Kan die. Reuvers. Ja, dat is toch heel listig. Martijn Brakke. Ja, dit kan Staphorst zomaar wat opleveren. Als die bal goed voorkomt. Nu terugleggen zou je zeggen. Oh ja, daar is hij. De goal voor Staphorst. Het voorbereidende werk is van Mark Reuvers. En uiteindelijk is het Mark Schra die zorgt voor de 0 tegen 1. Niet helemaal lekker ingegleden en verdedigd. En dan uiteindelijk via een verdedigend been komt die bal terecht bij Mark Schra. Wellicht dat nu Excelsior gevaarlijk kan worden. Esaf Savi. Die bal voorkomen, in eerste instantie weggewerkt. Uit de tweede lijn dan wellicht alsnog het schot. En dat zit erin! Michel Gerritsen-Mulkers. Je zou zeggen dat die bal houdbaar was, want het gaan we hier nog een keer zien. Excelsior 31, de nummer 21, Michel Gerritsen-Mulkers. Schiet hier die bal en Holleboom is dan kansloos. En zo is het weer gelijk op Sportpark de Koerbelt, 1-1. Excelsior dus 2 weken geleden thuis tegen Urk 0-0. En vorige week de 0-1 door de goal van Hielke Penterman bij Detor Twenterand. Esaf Savi heeft ruimte voor Excelsior. Esaf Savi, Groothuis! Oh ja, dan toch! Via de paal is het dan uiteindelijk Hielke Penterman die binnen schiet, maar die staat buitenspel. Wat een kans. Hier Groothuis. En dan via de binnenkant van de paal weer naar buiten. En Penterman weet het al. Hij stond buitenspel. Baysoy. Boy Boulourditi. Actie maken, voorzetten. Oh! Dat bijna binnen gegleden. Door Hielke Penterman. Boulourditi. Nou, voorzetten ineens. Dat doet hij. Oh! Hielke Penterman probeert die bal ineens binnen te glijden. Esaf Savi. Komt met de voorzet. Gerritsen-Mulkers. Zo. En daar is bijna weer Hielke Penterman. Terug hier, Esaf Savi. Daar is de ruimte, zou je zeggen. Terugleggen van Penterman. Boulourditi. Over en naast. Waar kan hij naartoe? Terug. Krijgt de bal terug. Zo. Probeer het dan ineens met een soort losse vlodder. Hier is die Jasper Groothuis. Groothuis goed afleggen. Boulourditi. Oh. En dan uiteindelijk gaat hij erin. En is het 2 tegen 1. Maar ook deze bal wordt afgekeurd. Eerst Groothuis. Boulourditi.
Penteman. En dan staat Baysoy buitenspel. Brakke. Ja, dat is een goede bal. Aan de andere kant. En dan is het schieten. Ho! Dit zijn kansen hoor. Eerst af Savi. Penteman biedt zich aan. Oh, Bulunditi kan er net niet bij. En dan is het gedaan, zegt scheidsrechter Yavu Avuala. En zo eindigt de Overijsselse topper in de hoofdklasse B tussen Excelsior en Stadbost in 1-1.